Hoe moet je jouw vissen gaan voeren? Het klinkt heel eenvoudig, het klinkt heel banaal, maar eigenlijk is het nog net iets moeilijker dan wat jullie op het eerste zicht denken. Ik vertel het jou zometeen. Hallo en welkom terug op het kanaal van Aquarium Sunshine Valley. Mijn naam is Dominique Maas. Met mijn kanaal is de bedoeling om zoveel mogelijk gratis, begrijpbare, betrouwbare, hapklare en to the point informatie te geven over het houden van aquarium naar jullie toe. Houden van aquarium is natuurlijk ook jouw vissen eten geven, jouw vissen voeren. Hoe kan je dit nu best gaan aanpakken? Ik probeer een totaalbeeld te schetsen hierover. Ik kan niet beloven dat ik elke vraag zal beantwoorden, maar wanneer je toch vragen zou hebben in verband met deze video, laat het zeker en vast weten hieronder in de comments op YouTube. Ik zou het super fijn vinden moesten jullie zich abonneren op mijn kanaal en klikken op het belletjesicoon. Op die manier word je op de hoogte gebracht van elke video die ik upload. Het is jullie blijk van appreciatie voor mijn vele werk die ik stop in mijn YouTube kanaal. Wanneer je deze video interessant vond, klik zeker en vast op het duimpje omhoog. Wanneer je deze iets minder interessant vond, klik zeker en vast op het duimpje omlaag. En nee, vergeet dat woordje losers die er staat. Ik heb dit videotje over abonneren gewoon aangekocht op een bepaalde website. Dus het voeren van jouw vissen. Het kan eenvoudig zijn, je neemt wat voer, knikkert het in jouw aquarium en klaar is Kees. Nou, dat kan op zich prima, dat is ook geen enkel probleem om het op die manier te gaan doen, maar je kan het ook net iets beter gaan aanpakken. Je kan het net iets beter gaan doen, je kan net iets meer jouw vissen gaan verwennen dan zomaar voer in jouw bak knikkeren. Ik probeer jou vandaag een uitleg te geven, zoveel mogelijk in detail, maar nogmaals, wanneer u vragen heeft, stel die gerust hieronder in de comments op YouTube. We gaan beginnen bij het begin. Het befaamde regeltje, jouw vissen moeten binnen de 5 minuten alles opeten en bij trage vissen, trage eters, misschien binnen de 10 minuten. Nu, dat regeltje klopt, absoluut, zeker en vast. Nu, hoeveel moet je gaan voeren, wil je het wetenschappelijk bekijken? Niet wetenschappelijk is dus gewoon binnen de 5 minuten alles opgegeten. Wetenschappelijk gezien komt het er ongeveer op neer dat met droog voer je jouw vissen 1 gram voer moet gaan geven per 10 gram vis. Correctie, per 100 gram vis. Nu zal je ongetwijfeld gaan denken, ik zal hier heus mijn vissen niet allemaal gaan uitscheppen en gaan wegen. Logisch ook, het zou ook dom en vooral heel stresserend zijn voor jouw vissen om wat te gaan doen. Desalniettemin, wanneer je een klein beetje zoekt op internet, kan je heel vaak van bepaalde vissen een gemiddeld gewicht gaan bekijken. Je kan ze gewoon terugvinden. Ga dan met jouw gemiddeld gewicht gaan berekenen hoeveel voer je moet geven per dag. Hoeft dit? Nee, absoluut niet. Maar het is gewoon het ideaal. Dus moest je het ongeveer weten, zou het ideaal zijn. Moest je het op die manier gaan doen. Nu, stel dat je dan bijvoorbeeld bij 10 gram komt. Of stel dat je jouw 5 minuten regeltje doet en ook op diezelfde 10 gram per dag uitkomt. Wat kan je dan best gaan doen? Heel veel mensen vragen mij hoe vaak per dag moet ik mijn vissen gaan voeren. Het antwoord daarop is vrij eenvoudig, zo vaak mogelijk, maar dat is natuurlijk wel heel vaag. Het komt er concreet op neer, hoe meer je jouw vissen kan voeren per dag in aantal keer, niet in aantal gram, hoe beter. Met andere woorden, stel dat je voor jouw aquarium 10 gram voer per dag moet gaan voeren, is het veel beter om 10 keer 1 gram te gaan voeren dan om 2 keer 5 gram te gaan voeren en nog eens veel beter dan 1 keer 10 gram per dag te gaan voeren. Nu, voor de mensen die zeggen 10 keer per dag mijn vissen voeren, ik kan dat onmogelijk, ik ga werken, ik heb een leven naast mijn vissen. Ja, ik geef jullie volledig gelijk, maar jullie moeten het niet te kortzichtig zien. Vissen gaan meestal heel snel gaan verteren. Goudvissen hebben zelfs geen maag, dus het gaat er vooraan in en achteraan gewoon weer uit. Waarom zeg ik dit nu vrij eenvoudig? Ik bedoel daar gewoon mee dat je jouw vissen vrij kort na elkaar kunt voeren.
Ik geef een klein voorbeeld van 10 keer voeren per dag, die heel eenvoudig opgesteld wordt. Je staat 's morgens op, je gaat jouw vissen voeren. Je gaat een kwartier, 20 minuten of een half uur later ontbijten en na jouw ontbijt geef je jouw vissen nogmaals voer. Dat is al de tweede keer vandaag. Je gaat je douchen, klaarmaken, kleren aan, bent vertrekkens klaar om te vertrekken naar jouw werk en geeft nogmaals voer. Dat is de derde keer al vandaag. Overdag kan je gebruik maken van een voederautomaat. Eentje die ik zeker en vast aanraad is de Serafeed A+. Een link naar een review van deze voederautomaat vindt u hierboven op YouTube. Deze kan tot 6 keer per dag jouw vissen gaan voeren. Dus gedurende jouw 8 uren werken op een dag kunt u ervoor kiezen om 6 keer extra te voeren. Plus die 3 van deze morgen zijn al 12 keer. Je komt 's avonds thuis. Het allereerste wat je doet is jouw vissen voeren. 10e keer. Je gaat eten. Na jouw eten ga je jouw vissen voeren. 11e keer. En een half uur voordat het licht uitgaat ga je jouw vissen een 12e keer gaan voeren. Mensen die werken kunnen dus perfect 12 keer per dag hun vissen voeren. Het is dus beter om 10 keer 1 gram te gaan voeren dan 1 keer 10 gram. Waar ga je nou het voer in jouw bak gaan doen? Ik geef jou het goede advies om altijd op dezelfde plaats, dus hetzelfde hoekje in jouw aquarium, jouw vissen te gaan voeren. Op die manier zal je jouw vissen conditioneren dat zij weten, oké, ik krijg voer, het zal in deze hoek worden. Nu, waarom kan dat heel handig zijn? Ten eerste omdat het leuk is om jouw vissen te zien schieten naar die ene hoek. En ten tweede is omdat het heel handig kan zijn als ze denken dat ze voer krijgen, dat ze allemaal in één en hetzelfde hoekje gaan. En in datzelfde hoekje wil je nou net jouw vissen bijvoorbeeld gaan uitscheppen. Dus het kan heel handig zijn dat jouw vissen altijd op hetzelfde plekje zitten in plaats van de ganse bak rond. Ook voor corridoras en L-nummers bijvoorbeeld is het heel handig dat zij weten, oké, het deksel beweegt, ik moet mij naar die hoek gaan begeven, want daar valt het voer. Wat moet je nu meest gaan geven van voer? Ikzelf ben absoluut voorstander van droogvoer en in mijn geval heel specifiek over het Dr. Gerald Basleer Biofish Food. Een hele complete droogvoeding die eigenlijk alles heeft wat jouw vissen nodig hebben en dan bovendien nog eens in een aantal verschillende smaakjes voor de iets moeilijker vissen misschien. Nu weet je al hoeveel keer, hoeveel gram, waar je jouw vissen moet gaan voeren, maar wat doen we nu tijdens het voeren of na het voeren? Wanneer je diepvriesvoer gaat geven, geef ik jou het advies om het diepgevroren te geven. Ik kan daar eindeloos over in discussie treden. Er zijn heel veel mensen anti-diepgevroren geven. Ik ben absoluut pro voor meerdere redenen. En daar zijn zelfs al video's van op mijn kanaal. Nu, waarom ben ik daar voorstander van? Omdat je op die manier jouw vissen kan voeren uit de hand. Dus met andere woorden, je kan gewoon het blokje diepvriesvoer in het water gaan doen en op die manier gaan voeren. Jouw vissen zullen het leren dat zij gewoon op jouw hand kunnen komen om te eten. Op die manier ga je ten eerste ervoor gaan zorgen dat jouw vissen geen schrik hebben van jouw handen, wat heel handig kan zijn tijdens het onderhoud. Ten tweede zal je ervoor zorgen dat jouw vissen echt wel dicht bij jou komen eten. Op die manier kan je ervoor zorgen dat je jouw vissen heel dichtbij kunt gaan observeren of ze geen ziektes hebben, bijvoorbeeld witte stip, om nu maar iets te noemen. Ten derde is het gewoon heel leuk en al zeker als je kinderen hebt, dan geef je hen een stukje diepvriesvoer en komen de vissen gewoon uit hun handen eten. Dat vinden ze gewoon fantastisch. Wanneer ik mijn aquaria voer, dan kan ik u alvast garanderen dat de kinderen vlak naast mij staan in de hoop dat zij mogen helpen ermee. Ook met droogvoer kunt u dit gaan doen en zeker met droogvoer die heel langzaam zinkt, terwijl u bijvoorbeeld grotendeels bodemeters heeft. Ik geef als voorbeeld, stel u heeft corridoras en discus, beiden eten heel graag van de bodem. U kunt natuurlijk het voer er gewoon gaan inknikkeren, wachten tot het voer daalt en dan zult u wel zien dat uw vissen kunnen gaan eten. Wat u ook kunt doen is gewoon een snufje droogvoer op deze manier heel even onder water houden, zodat ze water opnemen en dan gewoon het droogvoer loslaten. En het zakt onmiddellijk naar de bodem.
U kunt op die manier ook heel gerecht gaan voeren. Dus zonder dat jouw voer de ganse bak doorslingert, kunt u ervoor gaan zorgen dat u in dat ene hoekje granulaat geeft. Heel handig voor bodemeters. Ik denk of ik hoop dat ik zoveel mogelijk van jouw vragen over hoe gaan we onze vissen gaan voeren heb uitgelegd. Mocht dat niet het geval zijn, laat het zeker en vast weten in de comments hieronder op YouTube. Dan kijk ik of het nodig is om een extra video te maken hierover. Of misschien antwoord ik gewoon in de comments op jouw vraag. Ik hoop dat u iets heeft bijgeleerd van deze video. Ik hoop dat we jou terugzien in een volgende video. Ik wens jou nog een fantastische dag toe. Dag.